Yo mensen van het internet, welkom bij een nieuwe aflevering van Koudus Gameplay. Vandaag gaan we verder met Mercenaries 2 World in Flames. We gaan dit keer naar de gorilla's, of wel de gorilla's toe, degene die er bellen. De mensen die in de jungle wonen en bomen knuffelen en zo, weet ik veel wat. Het zijn trouwens geen hippies, hoe kom ik er nou weer bij? Hippies zijn boomknuffelaars. Wat is ook wel stereotypie van mij. Oh, ik heb natuurlijk een leuke light machine gun bij me. En zie welke kant moeten we dan op? Deze kant op. Wow, dat is toch wel redelijk dichtbij. Hier leuk doelwit dat we nog trouwens overigens kunnen pakken. Even opblazen en zo. Heb ik niet toevallig een helikopter in mijn stokpijl zitten? Waarschijnlijk wel. Laat ik die even bezorgen en dan blazen we daarmee alles op. Ook hartstikke leuk. Ja, helikopter. Rogue Assassin en Anti-Tank Rogue. Oh, oh, shit. Sorry, mijn koptelefoon zat erbij vast. Wat is deze? Scouter en dan Pesky Armor. Nou, dan laten we die helikopter gewoon even leveren. Even weg uit mijn inventory. Op. Oh. Even uitspringen. Even kijken. Die hebben we vast wel. Ik stond dat ik hem equipped had. Dus kan ik hem gewoon hier naartoe laten roepen. Ja, anti-tank rogue. Zes tegen tanks. Ik weet niet of ik daar een tank ga tegenkomen. Volgens mij niet. De laatste keer dat ik daar was. Met een andere save. Want je kan maar één save tegelijkertijd in het spel. Wat ik jammer vind. Want dan kan ik niet echt zelf dingen gaan verkennen. Maar goed. We gaan dus. Hey, kijk, daar is een olieopslag. We gaan dus even dat gebouw blazen. Hoe vlieg je ook weer? Oh ja, zo dus. Met spatie vlieg je. Oh kak, ik stort dus alweer bijna neer. Het lijkt Battlefield wel, nu. Ja, dit zijn machinegeweren. Hoe daal je ook weer? Oh, je met R daal je. Met spatie ga je omhoog. Oké, dat zijn allemaal vuilnis daar beneden. Kom hier, lalkerts. Oh, dat kan ook wel helpen. Wie! Boom, anti-tank raket op je bakkes. Ik vind het vliegen best wel lastig. Die! Zo, die is dood. Eens kijken, even dat gebouw. Oh, oh, jij wou dus je met mij zoeken? Oké, dan. Oh, dat ding was opeens gewoon random verdwenen. Oké, random. Lol. Ik ga niet op voertuig schieten. Ik ga niet op voertuig schieten. Ik ga naar dat toe. Ik kan trouwens niet met deze helikopter naar de rebellen gaan. Want die blazen me dan op. De gorilla's. De gorilla's. De jungle gorilla's. Kijk, daar is het kamp dat ik moet pakken. Dat is het kamp dat ik moet hebben. Oh, er is dus wel een tank daar. Nou, die gaan we lekker opblazen. Dat is niet. Waar is die tank? Daar is die tank. Oh, kak. Raket. Boom! Oh, dat was mooi. Dat was ziek. Oké. Nu even een manier om dit gebouw te vernietigen. Als ik me goed herinner, heeft dit ding een. Ja, een kabel. Die zocht ik. Ik ga dat oppakken. Als ik hem even goed oppak. Ja, bijna. Schild. Oh, dat is weg hier. Anders ga ik de lucht in. Is het gebouw nu kapot? Of niet? Even de kabel weer in. Het gebouw is nog niet kapot. Is beschadigd dan op zijn minst? Nee, ook niet eens. Kan ik dat opblazen, die auto daar? Nee. Het gebouw wel. Ik moet even mijn niche in hoe ik dat ga doen. Zonder dat ik zo'n ding oppak. Ik ga even gas met de catwebs op het dak doodschieten. Zo. Kabeltje weer uit. Ja hoor, doe me gek. Oké, omlaag weer. Ik vind het echt kut vliegen dit. Dat je met R dat moet doen. Ja, we pakken hem op. Ja, mooi. Oh, dat een klein helikoptertje aan kan. Holy shit. Draaien. Bijna. We zijn er bijna. Nee, stukje omhoog. Ja, nee. Oké, bijna. Ja, oh, het ligt zelfs. Oh, ik dacht dat er een minuutje op het dak lag, maar het is dus gewoon een ketwerper. Nou, als dit het gebouw niet op moet blazen, dan heeft mijn naam Zwarte Piet. Of dat mag niet, weet ik veel. Laten we even een keertje erop pleuren. Laag gaan. Hasta la vista. Oh, we kunnen heel best wel lang schieten. Daar gaat hij. Dit ziet er best wel derpy uit. En doet ik echt helemaal niks. Oh, daar gaan we. Ik dacht even van, why the fuck gebeurt er niks. Oké, weg hier. Ah, maar weer op naar de gorilla's. Dat was even grappig om dat aan te vallen. Ik heb nog twee anti-tank raketten. Blaas even een aantal mee op. Wie? Die is een beetje mis. En dan pakken we die auto wel. Doei doei. Boom. Oké, waar zijn de gorilla's? Daar. Oh, ik kan er niet naartoe. Waar de fuck moet ik dan naartoe? Oh ja, ik had natuurlijk een slechte relatie met hun. Omdat ik er een stel van een vriend afgeknald had. Nou ja, dan gaan we naar de monteur. Ik vind het wel best. Of we gaan nog weer de doelwitten pakken. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval vandaag niet naar de gorilla's. Want wat ik zojuist zei is een broodje aap. Zie je wat ik er zei? Zie je? Oh, dat was slaaf van mij. Ik heb geen raketten meer. We gaan gewoon even naar de garage voor weer iemand. Die mij dan gaat helpen met dingen. En dat is de monteurvrouw ding. Zij is dus degene die
Waar ik dus al die onderdelen in rode kistjes moet voor verzamelen. En geef me dan leuke voertuigen, zoals een motorfiets met raketten of een boot met een groot machinegeweer. Nou, geen motorfiets met raketten trouwens. En de vlog een tank gewoon langs, maar holy shit. Zo. We zijn bijna in de stad waar we moeten zijn, als het goed is. Laat ik mijn helikoptertje daar gewoon wel achter in haar achtertuin. En dan moeten we gewoon even een keer terug naar het hoofdkwartier om daar de guerrillas om te kopen. De rebellen. Die pipo's in de jungle. Ja, daar is de garage van haar. Even hier landen. Oh kijk, staat hier ook gewoon een landingsplaats. Heel professioneel landen. Dat was niet professioneel als ik dacht. En dan gaan we naar binnen. En we horen wat zij te vertellen heeft. Ik weet wat ze te vertellen heeft, maar dat is meer dan jullie om dat te bepalen, om te kijken, dat bedoel ik. Hey, kijk, er ligt als een part wat ik moet hebben. Eigenlijk deze kistjes. Hop, ik heb er nu 5. Als het goed is, bij elke 10 krijg ik iets leuks. Ik moet er 100 vinden en bij de 100 krijg ik volgens mij een atoombom. Dat weet ik eigenlijk wel zeker dat je dat krijgt. Die heb ik nog nooit unlocked, want ze zijn praktisch mogelijk om te vinden. Allemaal. Ik weet wie je bent. Je bent de mercenary. De one Solano shot in the ass. Ik figured you'd come here. Solano's goon shot me in the... What do you mean you figured I come here? You're alone, you need help. You go through vehicles quick, need them repaired. I'm the best mechanic in Venezuela who also happens to hate Carmona. You hate Solano. Wasn't hard to figure out. You hate Carmona. A lot of that going around. What did he do to you? You'll probably need a helicopter pilot. I've got a helicopter pilot. What do you have against Carmona? Need a jet pilot too, if you're planning on using airstrikes. Which I figure you are. I am. Okay, so you've got a thing against Carmona. As far as I'm concerned, that's all the qualifications you need. How about you and I? No, just because I'm anti-Carmona doesn't mean I'm pro-mercenary. No, I'd guess you're pro-Iba. Okay, you're available. Otherwise, you would have kicked me out already. You'll join me, but you need something done first. How did you know? A lot of that going around, too. All right, let's give it a shot. There's one last job I must finish before I can close up and help you get Carmona. And Solano. Yeah. I'm building a unique vehicle for a special client. I need help getting the parts, and then when it's done, I want someone to test it out, make sure it works. You can't test it out yourself? Well, the PLAV want to talk to me, and the oil company have a bounty on me. Solano wants me dead. You don't have a lot of friends, do you? And I heard something about a jet pilot hiding out with the pirates. Might be useful to you. And when this is done, you'll join me. Probably. Okay dan, we moeten dus een voertuig gaan testen. Ik weet al wat het voor voertuig is en ik ga er niet te veel van spoilen. En zo te zien heeft ze dus ook problemen met zowat iedereen in het land. Net als ik wel zo'n beetje. Behalve het oliebedrijf, die mag mij wel. Zolang ik niet hun huurlingen doodschiet of... hun materieel kapot maken of weet ik veel wat. Nou ja, laten we het voertuig gaan testen. Het ziet er een beetje uit als een monster truck. Carbo de Muerte heet hij. Cachorro de Muerte. Klinkt cool. Even kijken, voor mij moest ik deze kant op rijden. Ja. Oh, wow, oké. Okay. Andere kant op. Fatsikite. Ik rijd langs de checkpoint, dat is niet handig. Oh, whoops, aan de kant mensen. Ik wil niet weer onnodige doden maken. Oké, ik mag dus niet aan een grote rode knop op het dashboard zitten. Ik weet niet eens welke knop ik daarvoor moet gebruiken. Hint, dat weet ik eigenlijk wel. Maar goed, daar komt zometeen pas van pas. Ik doe nog even de suspense. Mijn helikopter staat daar. Meestal als je helikopter gewoon weer naar de missie staat, dan heeft hij gewoon weer munitie bij en zo. Die mensen zijn aardig hier. Je hebt gewoon een raket op zak en stoppen dat in je helikopter. Een beetje on the block. New kids on the block. New mercenaries on the block. Duik ik die auto nou of niet? Oh. Waarom schiet hij op mij? Dat vind ik niet aardig. Schiet het tenminste op mij. Dan weet je wel zeker dat ik tegen mensen kan vechten. Oh, kijk. Oh ja, de gorilla's vechten ook tegen mij natuurlijk. Helemaal vergeten. De gorilla's. Oké. Okay. Wee! Dit ding kan springen. Oh, ik krijg geld als ik ze aanrijd. Lol.
Nou, ga ik nog even, Lucy, hebben we de collega's met mij uit. Niet met deze kerels, maar goed, dat was ook leuk. Plop! Wie! Dit ding kan sprongen maken. Aan de kant. Ik moet niet al die auto's proberen aan te rijden, want dan word ik zo een beetje beschadigd. Oh! Misschien maar een heel beetje hoor, het valt nog wel mee. Ik bedoel, meer dan mijn helft zojuist verloren. Meer dan de helft van mijn helft, bedoel ik eigenlijk zeggen. Hé, hey, kijk erbij. Lol. Oh yeah, nu gaat het muziekje wel fijn worden. Niet dat zij shit, een beetje rock. Hard rock. Oké, over die stenen heen springen, no problem. Woehoe! En over deze stenen springen, mooi makkie. Deze dan. Ik ga misschien proberen dus door te komen. Dat kan ook. Minder spectaculair, maar goed. Wee! Wee! Ja, het gaat nog wel eens een keer fout als ik de hele tijd op die knop ga drukken. Vlieg nog een keer over de kop en vlieg ik in de brand. Dat moet ik niet hebben. Wee! Volgende. Tussen twee stenen door. Dat zijn nog geen skills. Nou, zover zo goed. Stel ik er eerst tegenkomen. Maar die kan ik makkelijk aan met dit ding. Ramp ze gewoon op ver. Kijk, nog eens geld voor ook. Gewoon 500.000 elke keer als ik iemand doodmaak. Wauw, fantastisch. Ik had net ook iemand gewoon een soldaat waar ik tegen moet vechten. In plaats van die career piepo's. Vind ik het leuk om dit. Mag ik hier naar beneden rijden? Ja. Out of the way, peasants! Stel je idioten. Wee! Wow, nu ga ik wel heel hoog. Waarom staat deze troep hier eigenlijk? Waarom staan die twee treinkarren gewoon in een mijn? Dat is gewoon een uitdaging natuurlijk. Ik heb eigenlijk niet het idee dat dit voertuig echt nut heeft. Later bij missies of zo. Misschien kan ik het als bom gebruiken. Gooi ik er wat C4 op. Of kan gewoon over barricades en tanks en weet ik wat heen springen. Misschien is dat wel een nut. Of ja, dat is het nut denk ik alleen. Oké. Okay. Dit staat er ook echt heel toevallig. Wee! Ik kan niet, waarschijnlijk niet midden in de lucht een jump maken. Wow, oké. Er zijn dus hier wel soldaten die mij dood willen hebben. En ze hebben zelfs tanks meegenomen. Dat vind ik niet aardig. Doe hard mijn werk om dit voertuig te testen. Gaan ze op me schieten. Helemaal niet aardig, vind ik. Oké. Niet die kant op. Wow, ze hebben zelfs raketten. Shit. Ik hoef nog niet mijn jump te gebruiken natuurlijk. Tenminste, nu nog even niet. Oh, wow. Niet uit de bocht vliegen. Dat zou een beetje zonde zijn. Straks ontploft hij. Hey, kerel, hij staat een beetje in de weg. Toet. Oh, nee, nu staat hij in de brand. Oké, missie gefaald. Nou, dan moet ik hem even overdienen. Een missie. Gelukkig hoef ik niet de hele checkpoint opnieuw te... Of de hele missie opnieuw te doen voor mij. Boom. Sorry. Was niet de bedoeling. Echt totaal niet. Ja hoor. Ik zal het wel weer opnieuw doen. Maakt het uit. Deze aflevering duurt toch nog maar 7 minuten. Ik denk dat dat wel redden. Nou, heb ik één missie gedaan deze aflevering. Ja, leuk genoeg voor mij. Ah, shit. Moet ik weer de hele mijn doen? Oké, dat is dan wel minder leuk. Maar goed. Hij is nu weer vol health. Gewoon 100%. Niet die 60% die ik als eerst had. Ik moet er even voorzichtig mee doen. Want ik herinner me nog dat ik vroeger gewoon heel vaak dood ging als ik deze deed. Dat er dan op een gegeven moment een tank of zo komt waar je overheen moet springen. En dan spring je net te laat en dan schiet hij je kapot. Dus gewoon boom en dan ben je weg. Dat is niet leuk. Dat wil je niet hebben. Wee! Moet wel de weg blijven natuurlijk. Om het pad volgen. Wel, hier gaan we alweer het pad af. Hoe lijkt het op een mijn? Het lijkt meer op een canyon. Dat is mijn persoonlijke mening hier. Hè? Het gaat er niet om wat jullie vinden. Op het internet is het gewoon niet veilig om een mening te uiten. Daar is het internet voor. Je moet gewoon zoals iedereen denken. Je moet bepaalde mensen haten, je moet van bepaalde mensen houden. Of nee, trouwens, internet is een heel diverse plek voor dat dingen. Ja, maar ik ga niet de discussie starten over het internet. Ik maak er zelf deel van uit. Iedereen maakt er wel een deel van uit. Ik bedoel, wie is nou niet verbonden met het netwerk? Zoals we dat vandaag de dag gewoon noemen. Oh. Eroverheen. Wee. Oh, ik raakte die kar. Ik bedoel, alles heeft tegenwoordig internet. Je hebt zelfs koelkasten met Twitter. Ik bedoel, what the fuck moet je met een koelkast met Twitter? Wouter heeft zojuist een melkvak uit de koelkast gehaald. Lol. Alsof dat interessant is. Alhoewel, mensen zetten toch weer altijd de meest retarded dingen op Twitter. Ja, ik ga het wel halen, joh. Ik kan anders die brug gebruiken om eroverheen te lopen. Wee, wat zou er gebeuren als ik er afvlieg? Ja, dan is mijn tijd op waarschijnlijk, denk ik.
Waarschijnlijk denk, dat is ongeveer wel hetzelfde. Dat is een pleonasme, dat heb ik geleerd in het Nederlands. Toet toet. Oh, 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 ik zie niet zoveel nu, dat is niet handig. Daar staat de tank, daar staat inderdaad de tank. Hoe wisten we eigenlijk niet dat deze mijn overgenomen is door soldaatjes? Dat kunnen we toch makkelijk zien. We hebben vast wel weer helikopters of zo ergens, of een satelliet overgenomen. Oh shit, er zijn ook gastjes met raketten uit gebouwen gekomen. Oh nee. Oh, niet die rots raken, want dan lig ik op de kop. Over de mijn springen. Wee! Oh nee, gaat hij met zijn recoil rifle op me schieten? Dat is niet best. Dat ding schiet gewoon tankkogels af. Dat is niet normaal meer. Dat is wel een leuk ding om te gebruiken trouwens, als je bijvoorbeeld iets moet verdedigen. Wat de dat is ook gewoon heel random ofzo. Wauw, dat was echt heel beschadigend. Dank je vijanden, dat was echt heel nuttig. Het is ook echt heel willekeurig dat dit hier staat. Gewoon nog even springen. Wee! Het is wel een leuk karretje dit. Als ik genoeg onderdelen voor heb, ga ik hem zeker kopen. Voor mij ben ik bijna bij het stuk dat er een tank komt die mij dood wil hebben. Oké. Okay. Waarom kan ik niet gewoon langs die barricades? Dus ik bedoel, ik kan gewoon makkelijker overheen springen of anders doorheen rammen. Uh-oh. Doet mij niks. Want ik heb natuurlijk die driver skills. Ik moet ook gaan racen. Geen NASCAR. NASCAR is fucking saai. Dat vind ik persoonlijk hoor. Ik bedoel, het zijn iets van 100 auto's die telkens een rechte bocht maken en dan weer rechts. En dat is wat. Weer rechts. Alleen mensen die echt niks te doen hebben of dronken zijn vinden dat leuk, lijkt mij. Maar ja, het is een Amerikaanse sport. Ik begrijp toch niet zoveel van Amerika. Wij denken wel dat we veel begrijpen van Amerika, wij Europeanen, maar dat doen wij niet. Plop. Fuck hacken. Of ik ben al langs het tank, dat kan ook nog eens. Nee, niet, die staat in de cairn. Ja, ik wou het zeggen, als hier weer soldaat komen, dan staat die tank in de cairn. Wee! Ging een beetje op de grond liggen. Dat was aardig slim. Oh, kak, daar is het. Ik zeg het je. Oh, nee. Nee, 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 niet op mijn schieten. Niet op mijn schieten aan de kant, dank je. We hebben de tank overleefd. Mooi zo. Ik was even bang dat hij me op zou gaan blazen. Dan was ik eigenlijk lul geweest. Moet ik weer het hele piststuk rijden. Dat is niet leuk meer. We zijn nu alweer bijna terug zo te zien. Want we komen weer een beetje op het junglepad. Aan de kant. Bitch. Aan de kant. Ik geef geen neuk. Ik wil gewoon er langs. En dan krijg ik geld als ik jullie plat rijden. Kom maar, ik had een soldaat hier. Werd was ik er weer aangededen. Fantastisch dit. Ga niet op de straat rennen als ik eraan kom, burgers. Dan moet ik weer heel veel geld gaan betalen. Omdat jullie familie dan anders gaat het janken. Waarschijnlijk wel omdat je dood bent, maar goed. Daar ga ik het niet om. Zo, we zijn er. Sure, we gaan even naar binnen. Hatsen, flatsen. Er zit wel een stel koolgaten in, maar dat is toch niet zo erg, hoop ik. Moet ik weer naar buiten gaan? Ik moet inderdaad naar buiten gaan. En muziek voltooid waarschijnlijk. Piep, piep, piep. Ren, burgers, ren! Mwah, ah, ah. Kijk, ik heb er niks voor gekregen, behalve de monteur. Dat is ook toch wel nice. Because she knew I had that bottle of chocolate syrup. And she promised. Please shut up. Was that necessary? My apologies. When I saw that painting of Solano, I overreacted. This is Ava. She's beautiful. Down, boy. Ava is a mechanic. Uh-huh. Can you do jets and tanks? I can fix anything with an engine. Welcome aboard. Viva la revolution! Do I have to work with him? Okay dan, de monteur erbij. Ze is blijkbaar niet zo blij met Juwen. Die piloot van ons. We zijn de eerste piloot. Nu moet er maar één gastie. En dat is de jetpiloot. Maar dat doen we een andere keer. Ik heb... Oh cool, dan heb ik een grappling hook. Dat is echt gaaf. Oké, zij heeft dus hier haar shop opgezet. Hey boss, I'm just working on this, you know, I'm not even sure what this is. Cool. Koop je al spullen die ik kan kopen, tenminste, voertuig of zo? Shop. Oh ja, ze koopt die auto. Nou, koop ik er even twee van, gewoon voor de lol. 3, ook goed. Yes. Ik ga hem voor niks doen. Even kijken, helemaal onderaan staat de atoombom. Dit is de atoombom volgens mij. De laatste is een soort sportwagen. Ik weet ook niet wat al die dingen zijn. Of ze unlocken randomly. Ja, voor mij wel, want dit is niet alles wat je unlockt natuurlijk.
Maar het laatste wat je dus unlockt is Atomom. En ik ga hier de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Curious Gameplay. Laat een duimpje en of een reactie achter en abonneer op Curious Gameplay. Als je meer Mercenaries Tour World of Flames wilt zien. Dus ik zeg hier, laters.